Dag beste kijkers. Vanavond gaan wij in gesprek met Ronald Meijer, beter bekend als Running Ronald. Marathonloper en fanatiek blogger. Hij is de eerste die toe zal geven dat zijn hobby enigszins uit de hand is gelopen. Maar waarom? Daar gaan wij nu achterkomen. Ronald, mijn eerste vraag aan jou is eigenlijk, waarom ben je begonnen met hardlopen? Ja, dat is wel een goede vraag. Ik wilde eigenlijk een beetje meer aan sport doen. Ik zat vroeger in de sportschool. En ik haalde niet helemaal de abonnementenkosten eruit. Dus ik dacht van, nou weet je wat, ik ga gewoon stoppen met die sportschool. En dan lekker lopen, want dat is goedkoop. Je hebt een paar schoenen nodig. En dan ben je klaar. Nou ja, inmiddels heb ik dus meer hardloopspullen dan normale kleding. Maar goedkoper is het niet geworden. Maar zo is het eigenlijk begonnen. En wanneer was dat ongeveer? Ik ben begonnen in 2004 met hardlopen. Dus je bent nu al 8 jaar bezig? Ja. En wanneer ben je begonnen met het bloggen van je hardloopervaring? Nou, dat was eigenlijk naar aanleiding van mijn eerste marathon. Die heb ik gedaan in New York in 2006. En ik wilde een beetje een dagboek bijhouden van de beleving ernaartoe. En dus ik begin eind 2005 begonnen met mijn hardloopweblog. Eind 2005. En wat staat er zoal op voor ervaringen? Ja, kijk, ik begon als dagboek natuurlijk, maar inmiddels is het uitgegroeid tot een soort informatiebron. Ik schrijf heel veel over hardloophorloges, Garmin's, maar ook over met trainingen, maar ook over kleding, adviezen, eigenlijk alles wat met hardlopen te maken heeft. En hoeveel tijd ben je kwijt aan het hardlopen? Ja, ik vind het moeilijk aan uren uit te drukken, maar ik train 4 keer per week. En ik denk dat je dat... 1,5 tot 2 uur per keer, zeg maar. Dus 1,5 tot 2 uur per training? Per training, ja. Het hangt een beetje vanaf hoe ver je zit in de training. Als je voor marathons traint, dan heb je ook lange duurlopen. En die duren soms 2 tot 3 uur per training. Oké. En het bloggen dan? Dat, Ja, het is wat lastig, want ik bedoel, ik heb een fulltime job, ik heb een gezin. Ik ben best wel actief in het hele hardloopwereldje. En dan ook nog trainen. Dus ja, het is een beetje passen en meten. Tot nu toe lukt het nog redelijk. En heb je voor de rest nog hobby's naast hardlopen en het bloggen? Of? Nee, dat lukt niet meer. Nee, ja, computeren, maar dat hoort erbij natuurlijk. Dus eigenlijk weinig tijd voor andere hobby's. En wat voor werk doe je dan? Ik werk op een verkoopbinnendienst van een groot oude videomerk, JVC. Oh, JVC. Ja. En hoeveel geld ben je kwijt aan het hardlopen? Dat vind ik moeilijk. Ja... 100 euro per maand, 200 euro per maand, ik weet het niet. Dat hangt een beetje af van wedstrijden, kosten ook geld natuurlijk, maar... Om in te schrijven? Om in te schrijven, ja. Nou, laten we zeggen, weet je, met alle dingetjes die ik koop, laten we het laag houden, 100 euro per maand. 100 euro per maand. Ja. Hoe combineer je het hardlopen en je gezin? Ja, dat is passen en meten. Ik heb 2 kinderen. Eentje van een jongen van 8, herstel 10, en een meisje van 12. En hij is trouwens 11 voor die jongen, 11 en 12. Dat is net, dus dat is even omschakelen. Maar meestal als ik 's avonds loop, dan wacht ik tot ze slapen. Dus ik ga makkelijk om 9:30 nog naar buiten toe, voor een uur, anderhalf uur. En in het pikdonker dan? Ja, nou goed, dan kan je je kleden. Ik heb reflectievestjes, lampjes. Je moet altijd wel goed zichtbaar zijn, zeker in het donker. En in de duurlopen, zondag bijvoorbeeld, doe ik zo vroeg mogelijk. 7 uur bijvoorbeeld. Want dan zijn kinderen nog niet wakker? Ja, zijn ze wel wakker, maar dan vinden ze het niet erg. Dus ik probeer wel, zeg maar, als ze naar bed gaan, om dan wel thuis te zijn. En sporten je kinderen zelf ook? Mijn dochter rijdt paard en dat vindt ze wel meer dan genoeg. Ik heb haar geprobeerd op hardlopen te krijgen, maar dat vond ze niks. Mijn zoontje heeft een tijdje judo gedaan, maar hij speelt liever achter de computer. En ook geen hardloopambities? Nee. Ik denk dat als ze zien hun vader zo lijp doen continu, dat willen ze zelf ook niet, denk ik. Nee, geen hardloopambities. En wat is jouw favoriete hardloopmoment? Mijn hardloopmoment? Over de finish komen, denk ik. Nee. Over de finish? Nee, maar ik heb wel leuke momentjes. Wat ik veel doe is hazenwerk. Dus ik hardloop vrienden en hardloop vriendinnen probeer ik dan in de wedstrijd hun eindtijd te behalen. Dus ik loop voor hen uit. Ik geef het tempo aan en zij moeten alleen maar mij volgen. En uiteindelijk, als het goed gaat, hebben zij de tijd die ze willen. En dat is het leukste om te doen? Dat is heel dankbaar werk, ja. Als zo'n haasklusje lukt en de dame of heer in kwestie heeft dan een PR, persoonlijk record gelopen, of een hele goede tijd gelopen die hij of zij wil, ja, dan voel ik mezelf ook echt top. Want ja, daar doe je het voor, met z'n tweeën op naar die eindtijd die je graag wil.
En je hebt zelf dan ook hazen die voor jou lopen wel eens? Ja, ja, het is, ik loop best hard. Ik doe een marathon in 3 uur. Nou ja, bijna in 3 uur. Maar ik heb een goede hardloopmaat van mij. Die woont in Alphen aan de Rijn. Ja, die is veel sneller dan ik. En af en toe dan vraag ik aan hem. Joh, Frank, wil je me niet een keertje hazen? Maar tot nu toe is die marathon onder de 3 uur nog steeds niet gelukt. Dus op 33 seconden na trouwens. Maar ik heb ook wel wat gebruik gemaakt van hazen. Ja. En als iemand haast, dan is het de bedoeling dat hij sneller kan lopen dan jou? Of? Nee, als je iemand haast, jij bent als haas sneller dan degene die je haast. Dus jij hebt dan meer loopervaring. En wat je dan doet is, je loopt er met diegene mee. En je geeft het tempo aan. En de gehaaste loopt achter jou aan. En die moet dus proberen om jouw tempo bij te houden. Dus je probeert op die manier hem of haar het juiste tempo aan te geven. En onderweg drinken te halen en dat soort dingen. Zodat hij of zij gewoon door kan blijven lopen. En dus uiteindelijk die tijd kan realiseren die hij of zij wil. Wat is op dit moment je doel met het hardlopen? Nou, die 3 uur grens, blijft hikken. Het is een beetje een magische grens in de hardloopwereld. Als je onder de 3 uur de marathon kan lopen, ja, dan loop je ruim 14 kilometer per uur. 42 kilometer lang. Ja, als ik daaronder kan komen, dan ben ik heel blij. En daar werk ik nu aan, Rotterdam Marathon. Daar ga ik weer een poging doen om onder de 3 uur te komen. Waarom is het een magische grens? Ja... Er is een lijst die wordt elk jaar gepubliceerd in Runners World, het grootste hardloopblad van Nederland. En alle mannen sneller dan 3 uur en alle vrouwen sneller dan 4 uur komen in die lijst. Dus ja, in die lijst komen, dan tel je mee, hè? Dus je wilt meetellen in de lijst? Ja, nou, het is eigenlijk meer een streven voor jezelf. Kijk, ik vind het net zo knap als iemand 5,5 uur over de marathon doet en hem uitloopt. Kijk, ik heb voor mijzelf een streven om die 3 uur te pakken. En ja... Daarna gaan we verder naar een ander doel. Maar voorlopig ben ik daar al 2 jaar mee bezig en het is me nog niet gelukt. En wat was het vorige doel voor de 3 uur? Het vorige doel, en dan ga ik weer terug naar 2006, was dat ik 1 marathon zou lopen. En dan die van New York. En dat is dus in 2006 geweest. En toen zei ik tegen mijn vrouw, ik doe alleen New York en daarna doe ik geen marathons meer. Inmiddels staat de teller al op 27 marathons. Wat vindt je vrouw daarvan? Ja, die vindt het best leuk dat ik zo hard loop. Maar wat dat betreft laat ze mij behoorlijk vrij daarin. En dat, ik moet zeggen, daar ben ik wel gezegend mee hoor. Want ik ken een hoop hardlopers waarvan als de thuissituatie er niet achter staat... Ja, dan is het heel lastig om je doelen te bereiken. Dus je moet wel iemand hebben die je support. En dan hoeft ze niet sportief te zijn, maar je wel steunt, zeg maar. Dus uw vrouw is niet sportief? Nee, die zit liever met een goed boek in haar handen. En lees je zelf ook? Of ik zelf lees? Ja, bijna niet. Bijna geen tijd voor. Ik lees af en toe wat hardloopbladen en hardloopboekjes. Maar dan houdt het op, ja. Heb je ook nare ervaringen aan het hardlopen? Nee, over het algemeen is het heel leuk. Je ontmoet allemaal gezellige en leuke mensen. Nee, ik kan me niet herinneren. Ja, af en toe heb je spierpijn, weet je wel, een kramp. Ik heb ongelooflijke kramp gehad een keer naar een marathon. Dat je bijna kapot gaat van de pijn. Maar ja. Is dat het waard? Ja. Wat is het waard? Ja. Klinkt misschien heel raar. Maar je gaat. Soms ga je echt tot aan het gaatje. En alles doet pijn. Maar dan probeer je toch die finish te halen. En ja. Dan is een beetje pijn waard. Die pijn gaat wel weer over. Maar dat goede gevoel van die finish halen. Ja, dat blijft. En regen of onweer? Ik loop altijd. Ja, alleen ja, onweer vind ik een beetje link. Dan probeer ik toch een beetje te wachten tot het weg is. Ja, en als het heel hard regent, ja, dan stel ik het ook een uurtje uit bijvoorbeeld. Maar in principe, als ik moet trainen, ga ik trainen. En heb je ook geen moeite mee dat je soms een dag hebt van, ik heb echt geen zin? Natuurlijk heb ik dat. En weet je wel, dan zit ik thuis en denk van, ik wil niet. Maar als je eenmaal naar buiten gaat en je loopt, ja, dan heb je er weer zin in. Dus na een kwartiertje is dat gevoel weer weg. En hoe lang heeft het geduurd voordat je door had dat het gevoel na een kwartiertje? Ja, daar ben je vrij snel achter. Maar dat zit in je hoofd. Hè? Je maakt als je sport of hardloopt of wat dan ook. Je maakt na een half uur maak je endorfine vrij in je hersenen. En dat is de natuurlijke druk. Dus dat is de runner's high, zeg maar. Dus op het moment dat dat drugsdingetje in je hoofd loskomt. Ja, dan eigenlijk ben je gewoon verslaafd. Of hardlopen. Verslaving. Ja, dat is het wel. Een gezonde verslaving. Een gezonde verslaving, ja. En... op je blog, wat zou je zeggen dat het leukste artikel is dat er? Ja, dan denk ik toch wel mijn bijzondere marathon in Dubai. Want? Ik
ben een keer uitgenodigd door een dame in Dubai om haar te hazen in de marathon van Dubai. En ja, dat is een heel bijzonder verhaal hoor. Dat moet eigenlijk gewoon in runningronald.nl gaan kijken. Daar staat alles op. Het is een beetje een sprookje in Dubai geworden. Oké, dankjewel. Ik hoorde u over een verslaving. Denkt u niet dat het soms een beetje uit de hand gelopen is? Ja. Bij hardlopen raak je gewoon verslaafd aan het lopen. En ja, dat loopt aardig uit de hand. Ik bedoel, ik moet gewoon lopen. Ik ben een keer geblesseerd geweest, behoorlijk aan mijn knie. En toen kon ik dus niet lopen. En ze werden dus helemaal gek van mij thuis. Dat ik dus daarmee zat te wiebelen en te trillen. Dus ik ben letterlijk door mijn vrouw naar buiten gestuurd. Van, ga wat doen, ga wandelen of ga fietsen. Maar ga weg. Want je bent niet te houden. Je bent chagrijnig. Dus het is echt een verslaving. Het is echt, je slaat erin door. Maar ach. Dat vindt u niet erg? Dat vind ik niet erg. Nee, en weet je, het is een gezonde manier van leven. Dus als je het maar verstandig doet. Kijk, hardlopen kan je natuurlijk ook heel veel blessures opleveren. Dus je moet het wel een beetje met verstand doen. Maar ja, tot nu toe lukt me dat aardig. Ja, en voor hardlopen moet je natuurlijk ook veel dingen laten staan. Bijvoorbeeld misschien in de zin van voedsel of drank. Heeft u dat al? Ja, kijk, ik ben sowieso geen roker, nooit geweest. En ja, drank, ja, klinkt misschien raar voor jullie als studenten, maar bier lus ik niet. En nee, maar ik drink eigenlijk ook niet. En je moet wel een beetje opletten. Kijk, ik probeer bijvoorbeeld bij marathons, bij een voorbereiding, niet te veel te snoepen. Kijk, ik snoep ook, dat vind ik lekker. Maar op een gegeven moment, als je dan echt serieus voor een wedstrijd gaat trainen, ja, dan moet je ook een beetje op je gewicht letten. En dan probeer ik dus het snoep even op een maandje te laten staan. En dat gaat prima, want dan zet ik de knop om en dan doet het me niks. Dan kan je... Daar heeft ze ook geen moeite mee. Nee. Bij ons op de zaak hebben ze hele grote snoepbakken. Elke dag worden ze gevuld. En als ik dan echt in een trainingsritme zit, of trainingsprotocol noem ik maar even, ja, dan snoep ik niet. Nee, voelt u zich dan ook sterker of jonger dan leeftijdsgenoten bijvoorbeeld? Ja, ik ben 43, maar ik voel me geen 43. Nee, het houdt je wel jong, vind ik, het hardlopen. Oké, en hoe kijkt u dan aan tegen mensen die niet sporten of ongezond leven? Ja, kijk, niet sporten kan natuurlijk een reden hebben. Je kan natuurlijk ook door blessure of ziektes kan je niet sporten. Maar ongezond leven, ja, als iemand zich helemaal voldouwt bij de McDonald's, heb ik zoiets van, ja, doe dat nou niet. Maar goed, dat is ieder voor zich. En ik kan natuurlijk niet mijn hardloopprincipes opdringen, maar ja, ik vind dat zelf niks. Als u ergens advies zou kunnen geven, dan zou u dat zeker doen? Ja, ik zou dat zeker doen, ja. Ja, ik probeer wel. Ik ben ook trainer sinds kort bij de atletiekvereniging Alphen aan den Rijn. En ik probeer wel mijn enthousiasme, en dat lukt me best aardig, om enthousiasme voor het hardlopen over te dragen. Dus stel je voor dat ik zeg van, nou, ik wil beginnen met hardlopen. Maar dan ga ik je daarbij begeleiden. En dan ga ik je zeggen, joh, let daarop en doe dat of doe dat niet. En op die manier jou zeg maar nog meer enthousiast te maken voor het hardlopen. Dus wat zou u bijvoorbeeld als tip zien voor beginnende hardlopers? De meest belangrijke tip voor beginnende hardlopers is niet overdrijven. Als je van niets naar bijvoorbeeld een 5 kilometer wedstrijd wil, dan gaan heel veel mensen enthousiast naar buiten en rennen gelijk bijvoorbeeld een kwartier achter elkaar door. Dat moet je niet doen. Bouw het op in stukjes van hardlopen en wandelen. Dus bijvoorbeeld 2 minuten hardlopen, 1 minuutje wandelen. En breid dat langzaam uit. Zo voorkom je blessures en hou je plezier in het hardlopen. Want doe je dat niet en je gaat bijvoorbeeld dat kwartier achter elkaar blijf je doorgaan. Nou, dan zal je merken dat je helemaal kapot bent. Je hebt blessures de dag daarna misschien. En dan heb je zoiets van ja, hardlopen, dat is niks voor mij. Dus je moet dat wel een beetje met, ja, wat ik net zei, met beleid moet je dat aanpakken. Ja, en er zijn ook heel veel versterkende middelen op de markt. Ja. Bijvoorbeeld sportdrankjes of sterkere dingen. Maakt u daar zelf gebruik van? Nee. Er zijn wel heel veel energiedrankjes en hulpmiddeltjes voor bij het hardlopen. De meest bekende zijn hardloopgels. Als je bijvoorbeeld met een lange afstand bezig bent, dan is het lastig om bananen en andere dingen mee te sjouwen. Je hebt hele kleine vloeibare voedingsmiddelen. Die zijn dan aangemengd met bijvoorbeeld een vloeistof. En die onder het lopen pak je dan zo'n gel en die knijp je in je mond leeg. En dan krijg je weer extra energie in je lichaam. Maar dat is allemaal legaal natuurlijk. Tuurlijk kun je een stap maken naar illegale middelen en verdovende middelen. Maar in de hardloopwereld komt dat, bijvoorbeeld in tegenstelling tot Tour de France bijvoorbeeld, komt dat niet voor. Tenminste, ik heb er bijna niet voor. Tuurlijk zijn er gevallen bekend, maar het is minimaal. Ja, want ik zie wel dat u een Livestrong bandje heeft. Ja. En betekent dat u nog steeds achter Lance Armstrong staat? Nou,
Ik ben zelf geen wielenfanaat, maar de stichting die hij opgericht heeft, dat Livestrong, daar sta ik wel achter. Dus ondanks dat hij zeg maar een heel dopingschandaal heeft, gaat het mij niet om Lance Armstrong, maar meer om zeg maar het geld inzamelen voor tegen de kanker of voor kankerbestrijding. Dus daar blijf ik achter staan. Dus dat bandje, dat hou ik zeker om. Ja, want u loopt ook zelf vaak regelmatig voor goede doelen. Ja, niet zo heel vaak. Ik heb in 2007 een marathon gelopen in Rotterdam voor de Kankerstichting. En toen heb ik al mijn bekenden gevraagd van, joh, wil je mij sponsoren met een bepaald bedrag? En daar is best wel veel geld binnengekomen. Maar het is niet zo dat ik elk jaar voor een goed doel loop. Ik heb bijvoorbeeld wel 3 keer de Europa Run gelopen. En ik weet niet of je dat kent, maar dat is een... Precies. Ja. Nou, dat is een estafette race van Parijs naar Rotterdam. Of tegenwoordig van Hamburg naar Parijs, naar Rotterdam. En dan haal je ook geld binnen voor een goed doel. En dat is dus Stichting Europa Run. En dat is kwalitatieve zorg voor kankerpatiënten. Ja, en haalt u daar ook meer voldoening uit dan uit gewone lopen? Ja. Het is natuurlijk zo dat als je voor een doel loopt, dan geef je dat wel meer... Ja, gevoel mee. Hè? Bijvoorbeeld als jij voor de Europa Run loopt bijvoorbeeld. Iedereen heeft wel een bekende in de familie of vriendenkring die aan kanker is overleden of die ziekte heeft. En dan is het wel, ik heb kippenvel daarvan dat ik dat vertel. Het geeft meer drive. Weet je wel, je gaat toch voor die mensen ga je lopen. En ja, dat versterkt je wel dan. Ja, en loopt u ook zelf veel samen met andere mensen? Gewoon tijdens trainingen? Of? Nou, ik doe best wel veel alleen. Mijn eigen trainingen doe ik bijna altijd alleen, 's avonds bijvoorbeeld. Maar zo af en toe dan zeg ik tegen een hardloopmaatje van, joh, ik ga zondagochtend vroeg weg. Wil je meelopen? Of zij nodigen mij uit. Of we spreken wat af met een aantal hardlopers. Dus het komt wel voor. Ik denk dat ik misschien 1 keer per maand toch wel met iemand anders loop. Maar u vindt het prettiger om alleen te lopen? Ja, weet je, als je na een bepaald doel traint, dan moet je natuurlijk bepaalde tempo's aankunnen en trainen. En dan is het natuurlijk fijn als je met iemand loopt die dat tempo ook aan kan. Als jij natuurlijk met iemand anders loopt die langzamer is dan jij of sneller is dan jij, nou dat zou dan wel kunnen, maar langzamer is dan jij, ja, is dat lastig. Want jij wil wel dat tempo pakken natuurlijk wat je moet trainen. Dan zou je, en dat doe ik dan vaak, die lange duur lopen, zondagochtend, ja, die kun je dan met iemand anders doen, want die gaan niet zo hard. En dan kun je in principe met elke goede, geoefende marathonloper meelopen. Ja, we zagen ook op uw blog dat u een coach had. Welke rol speelt hij in uw training? Ja, Rob Veer, dat is mijn internetcoach, noem ik het even. Hij woont zelf in Frankrijk. Hij is heel lang begeleider geweest van topatleten, nog steeds eigenlijk. En hij stuurt mij elke 3 weken een schema wat ik moet doen. Dus ik zeg tegen Rob van, joh, ik wil trainen voor Rotterdam Marathon. Dan maakt hij het schema voor mij, wat ik dus elke dag, althans 4 keer in de week moet doen. En ja, daar hou ik me dan ook aan. En daarbij train ik ook nog 1 keer in de week bij de atletiekvereniging Alphen aan den Rijn, dus AAV 36. En daar heb ik dan een andere trainer en die houdt een beetje mijn techniek in de gaten. Kijk, want Rob, die in Frankrijk zit, die kan natuurlijk niet zien hoe ik loop. Nee. Hij kan me alleen maar een schema sturen van, joh, je moet dat doen en die tempo's en dat is het. Terwijl Ruud, dus mijn trainer in Alphen, die zegt van, ja, je loophouding is niet goed of dat doe je niet goed. En daar leer ik ook weer van natuurlijk. Ja, u bent er heel erg veel mee bezig, maar u weet in uw achterhoofd ook wel dat u nooit de allerbeste zou worden. Nee. Is dat lastig of totaal niet? Nee. Weet je, je moet plezier hebben in hardlopen. En dat is het belangrijkste en dat heb ik. Dat ik nooit bij de top zal komen, dat geeft niet. Want dan moet je veel meer trainen en daar ben ik veel te oud voor. En daar heb ik ook niet genoeg talent voor. Kijk, wat ik net tegen je medestudent zei, 3 uur is snel, maar de echte toppers die lopen 2,5 uur, 2:15. Keniaan lopen 2:04 op de marathon. Ja. Nee, daar moet je niet aan meten. Nee, dus voor u is het toch nog steeds gewoon het grootste plezier, die? Zeker, ja. Plezier en, weet je, het hele hardloopwereldje, ik vind het heel gezellig. Het zijn allemaal hele sociale, gezellige mensen, dus ja. Daar hoor ik graag in thuis. Ronald, je hebt dus ook je eigen blog. Je hebt Twitter, Running Ronald. Ja. Je hebt 1500 followers, als ik het goed heb. Ja. Wat post jij zoal op Twitter? Ja, ik moet zeggen dat de laatste tijd is het wat rustiger. Door alle drukte om me heen. Maar ja, wat ik twitter, dat zijn de dingen die ik doe met hardlopen. Hè. Dus als je naar een wedstrijd toe gaat, dan twitter je erover van, joh, ik heb meer ingeschreven voor die nieuwe wedstrijd. Of ik zie een leuk artikel op internet over hardlopen. Dan twitter ik daarover van, joh, kijk hier even, dat is interessant om te lezen.
Als ik een test doe over een hardloophorloge, dan schrijf ik erover op Twitter. En op die manier deel je eigenlijk je kennis en je enthousiasme met andere hardlopers. Ja, want je hebt speciaal voor ons een mooi klokje meegenomen. Wat is zo bijzonder aan dit klokje? Nou, dit is een Garmin met GPS. Het bijzondere daarin is dat je dus onderweg tijdens het hardlopen kunt zien hoe hard je gaat. Of je op het juiste tempo loopt dus. Of je de juiste afstand pakt. Eigenlijk kun je alles meten. Onderweg en de afloop, als je terug bent gekomen, kun je dus je loop analyseren. Dus je ziet hoe je hebt gelopen, welke hartslag, want er zit een hartslagband bij. Of je niet te snel bent gegaan, of je rondetijden goed zijn geweest, waar je hebt gelopen op een kaartje, via GPS natuurlijk. Ja. En dat zijn ideale trainingsmiddelen. Dus kun je met Ruud en Rob kun je dat allemaal analyseren dankzij de klokkie? Ja, komt wel eens voor bijvoorbeeld na een belangrijke wedstrijd dat ik mijn data doorstuur naar mijn trainer in Frankrijk, naar Rob. Ja. Ik zeg, Rob, ben je tevreden? En dan is hij vaak inderdaad positief gestemd. Of hij zegt van ja, nou dat heb je te snel gedaan of dat moet je anders doen, maar... Nou, ik hang me redelijk aan het schema. Ja. Nog even over de bloggen, dat vind ik zelf ook interessant. Ik twitter zelf dan ook. Ja. En, want in 2006 was jouw eerste marathon, ja. New York. Ja. En hoe lang daarna was je dan begonnen met het bloggen? Nou, het blog was gewoon mee begonnen, want het was natuurlijk een dagboek voor New York. Dus ik ben in 2005 begonnen met het weblog. En in 2006 heb ik dat uitgebreid naar allerlei andere leuke informatie dingetjes op de site, op mijn weblog. Alleen, ik merk wel, toen in 2006, 2007 kwam dat bloggen een beetje op. Hè. Steeds meer hardlopers gingen bloggen en die gingen hun ervaringen delen met elkaar. We lazen elkaar verhaaltjes, we reageerden erop. En dat is een beetje verschoven. Dat begon in België, want ik ken ook heel veel Belgische hardlopers die bloggen. Ik denk in 2009 hebben zij die overstap gemaakt naar Facebook. In Nederland leefde dat nog niet zo. Maar je merkt nu dat steeds meer mensen minder bloggen, maar meer verhaaltjes op Facebook en op Twitter plaatsen. Ik kijk naar mezelf. Ik schrijf nu nog 1-2 keer per week. Maar ik deed bijvoorbeeld vroeger deed ik bijna elke dag een verhaaltje. Ja, dat lukt me gewoon niet meer. En dat hou je niet meer bij. Nee, dat hou je niet meer bij. Maar je merkt ook dat de lezers, die komen niet meer naar je weblog toe. Want social media zoals Twitter en Facebook is veel sneller. Korte verhaaltjes, sneller lezen. Dus ik denk dat daardoor het bloggen bij iedereen wat afgenomen is. En dat vind je jammer, neem ik aan? Nee, niet zo. Want bloggen op zich is wel leuk om te doen. Bijvoorbeeld, ik vind het heel leuk om daar een uitgebreid verslag in te zetten. Ik liep bijvoorbeeld zondag de bruggenloop met een hardloopvriendin. Was ik aan het hazen. Nou, dan vind ik het leuk om daar een heel verhaal over te maken op mijn weblog. Maar korte dingetjes, korte verslagen, korte dingetjes die je wilt delen met mensen, die gooi je op Facebook of op Twitter. En ja, wordt ook door heel veel mensen gelezen. Dus ik vind dat verschuift zich een beetje die aandacht van je blog naar andere social media. Want ook een voordeel aan social media is denk ik dat je makkelijk in contact komt met andere hardlopers. En dat je ook trainingsmaatjes beter kan vinden. Ja, klopt. Heel simpel. Als jij naar een hardloopwedstrijd toe gaat en je twittert wat van jongens, ik ben onderweg. Wie is er ook? Nou, dan krijg je 4, 5, 6, 7 reacties terug van ik sta hier. En dan hebben we een tweet-up. Hè. Dan gaan we even met z'n allen even bij elkaar komen. Een stelletje van die maffe hardlopers. En dan even kletsen. En als dat gedaan is, gaat iedereen zijn eigen weg naar de startvak. En na afloop zoek je elkaar weer op. Dus het is wel een heel close, gezellig wereldje. Maar dat weblog, dat wordt er steeds minder. Maar er komt een moment dat het misschien over is met het webloggen. Of is het nog niet zover? Nou, weet je, dat webloggen zal ik altijd wel bij blijven doen. Ik zal alleen wat minder frequent schrijven. Het is, wat ik net zei, het weblog is ideaal om lange verhalen kwijt te kunnen. Hè. Als ik weer een test doe over een Garmin horloge, dan gooi ik het op mijn weblog. En ik merk ook dat heel veel mensen die mij niet kennen, die komen via Google op mijn weblog binnen, omdat ze informatie zoeken over een bepaald hardloophorloge bijvoorbeeld. Of verhalen over een bepaalde marathon. Dus dat weblog, dat blijft gewoon in de lucht. Dat blijft nog, dat is mooi. Dan kunnen we dat nog blijven volgen nog een tijdje. Ja. Even kijken of we nog wat anders hebben. Je wil dus onder de 3 uur komen, dat is het doel. Ja. Is het reëel? Ja. Op jouw leeftijd, met alle respect natuurlijk. Ja, natuurlijk. Als je nagaat dat ik liep vorig jaar in Eindhoven, dat was een hele snelle marathon, liep ik 3:33. Dus was ik heel ziek toen ik het niet haalde. En kun je beter 3 uur en 10 minuten lopen dan zo dichtbij zijn? Ja, nou ja, een hardloopvriendin die net voor me liep, die haalde 3:04. Ja, dat is nog... Dat is heel zuur. Ja, maar
Het zit erin. Alleen ik merk wel, en dat is nu... ik heb de afgelopen jaar heb ik heel veel haastklusjes gedaan. En dat vind ik natuurlijk geweldig. Alleen ik heb wel gemerkt dat mijn eigen trainingen eronder lijden. Ik heb dus niet genoeg getraind op mijn eigen tempo. En daarom heb ik ook dit jaar heb ik die 3 uur niet gehaald. Ik heb 2 marathons heel kort achter elkaar gedaan. Ik heb Zwolle eind september gedaan. En 2 weken later liep ik weer Eindhoven Marathon. Nou, dat kan eigenlijk helemaal zo kort achter elkaar natuurlijk. Puur om onder de 3 uur te komen. Nou, dat is niet gelukt. Dus ik heb nu gezegd, afgelopen zondag was mijn laatste haasklus in Rotterdam. Met Paola op de brugloop. Ik ga nu niet meer hazen. Ik ga nu echt voor mezelf trainen. Tot en met de marathon Rotterdam in april. En daarna ga ik weer hazen. En dan weer hazen. Ja. Maar die 3 uur, dat is dus echt een doel voor jou, dat moet. Maar je trainingsarbeid ga je nu ook aanpassen met Ruud en Rob. Ja. Die worden weer bij betrokken. Ja, ik heb met Ruud... eerder met Rob heb ik natuurlijk al die... met Rob heb ik de doelen doorgenomen. En Rob zet mijn schema puur op die 3 uur nu. Dus ja, dat moet lukken, denk ik. Laat het hopen. Ja. Maar goed, je begint al enigszins op leeftijd te komen. Ja, maar dat zegt niks hoor. Ik ken mensen die zijn ouder dan ik en die lopen onder de 3 uur. Maar wat denk je van jezelf? Hoe lang ga je het nog volhouden? Tot in den treuren? Je moet en zal die 3 uur? Nee, weet je, kijk. Natuurlijk loop ik ook naar een bepaald piek toe. Ik denk dat over 2-3 jaar... Ja, dan heb ik mijn snelheid niet meer, weet je wel. Dus het moet wel binnen nu en 2 jaar gebeuren. Want anders lukt het niet meer, denk ik. Maar goed, dan wordt het hardlopen gewoon hobby en dan geen marathons meer. Maar wat voor hobby's... is er dan ruimte voor andere hobby's om misschien wat mee te doen? Nou, weet je, dat zie ik bij de wat oudere hardlopers die ik ken. Op een gegeven moment ga je dus... Je tempo gaat niet meer omhoog. Hè? Dus je gaat niet meer sneller lopen. En wat ga je dan doen? Dan ga je je afstanden uitbreiden. Dan ga je ultraloper worden. Kijk, een marathonloper, die loopt 42 kilometer. Maar als je ultraloper bent, dan ga je verder. Dan ga je naar 50, ga je naar 100 kilometer. Dan ga je naar 24 uur lopen. Ja, dat wordt heel extreem. Dus dan ga je dus niet... Voor jou wordt dat wordt hem niet? Of weet je dat nog niet? Mijn vrouw heeft ooit gezegd, als je ultraloper wordt, dan ga je maar op jezelf wonen. Dus, nou, weet je, ik zeg nooit, maar dat weet ik niet. Dat zie ik pas over zoveel jaar. Maar het heeft niet mijn interesse. Ik ben geen ultraloper. Ik loop wedstrijden tussen de 5 kilometer en de 42 kilometer. En dat vind ik goed zo. Nou, dat is mooi. Het zou ook wel heel extreem zijn om 24 uur te gaan lopen. Ze zijn er. Ze zijn er, ja. Over de baan bijvoorbeeld. Je hebt hardloopwedstrijden, loop je 24 uur. Loop je rondjes. En na een uur wissel je om, want word je gek. En dat blijf je dus doen. Dus ja, je hebt ook... Ultralopen, er zijn hardloopwedstrijden in Griekenland bijvoorbeeld. Dan loop je 264 kilometer aan 1 stuk door. Dat gaat nooit. Kan ik dat niet, want daar moet je extreem voor trainen. Hele lange duurlopen, echt heel intensief voor trainen. En ja, maar dat kan ik ook niet, joh. Ik ambieer dat ook niet. Dat zou ik niet doen. wanneer is er weer een marathon van New York? Ga je die nog een keer lopen? Want dat schijnt wel een van de meest prestigieuze marathons ter wereld te zijn. Ja, kijk, New York heeft natuurlijk een bepaalde naam. Hè. Kijk, ik zeg altijd, als je in Nederland bijvoorbeeld een marathon wil lopen, dan moet je Rotterdam doen, vind ik. Want dat vind ik de mooiste qua sfeer. Maar wil je 1 marathon doen en je wil een maf publiek hebben en mooie surroundings, nou ja, dan moet je naar New York. Alleen, New York zit altijd vol. En dus als je naar New York wilt, dan moet je een startbewijs kopen bij een organisatie. Nou, dan ben je altijd heel veel geld kwijt. Ik denk dat je moet rekenen op een tripje naar New York voor de marathon, ben je 3.000-4.000 euro kwijt. Je kan het wel goedkoper doen door buiten New York te verblijven. Sorry, maar de prijs die houdt me een beetje tegen. En de afgelopen Marathon van New York, die werd door orkaan Sandy, is het in het water gevallen. En daar was je niet naartoe gegaan? Nee, ik was daar niet bij. Maar ik ken wel een aantal mensen die daar waren. Ja, en dat is natuurlijk een heel gemengd gevoel hadden zij. Ik ken bijvoorbeeld een dame uit Zeeland. Die ging haar eerste marathon daar lopen. En ze hadden natuurlijk op 2 dagen voor de marathon hadden ze gezegd van het gaat door. En heel veel mensen hebben met allerlei kunst en vliegenwerk via IJsland en Duitsland hebben ze vluchten kunnen boeken om naar New York toe aan te komen. En dan kom je daar aan en dan hoor je, het gaat niet door. Ja, ik zou ook ziek zijn. Kijk, natuurlijk is het heel vervelend wat er... Maar je kon het wel enigszins begrijpen vanuit New York zijn dat het niet door zou gaan. Ja, maar dan hadden ze moeten zeggen, dus de burgemeester en Mary Wittenberg, dus de race director, gelijk moeten zeggen van, we doen het niet. Kijk, want nu geef je heel veel lopers valse hoop. Die komen naar New York toe. En uiteindelijk gaan die door. En ik kan me ook de frustratie van de lopers voorstellen. Ja.
Nou goed, bedankt Ronald. Ja. En op het moment dat jij onder die 3 uur komt, ja, dan willen we toch nog even een reactie van jou. Dus we gaan de weblog en Twitter, dat gaan we allemaal volgen.